En welkom weer terug bij een gloednieuwe video. Weer een nieuwe. Amai. Ik kan eigenlijk niet meer praten. Na 5 afleveringen kan ik niet meer praten. Oh nee, take 2. Hallo, welkom weer terug bij een gloednieuwe video. Vandaag is dit de 5e aflevering van onze Discord bot tutorial. En vandaag laat ik jullie zien hoe jullie een one command kunnen maken. En een soort van opslag maken waar al de ones zijn van iedereen. Dus dat je met een command iemand een one kan geven, een waarschuwing. Ja. En ik heb ook nog de oplossing van de vorige video. Ja, een rank krijgen als je joint. Ik weet de oplossing. Ik heb het daarnet ook al getest. Ik heb de oplossing. Dan laat ik dat eerst zien. De oplossing. Nou, oh. Heel. Kijk, ik heb het nog vandaag getest. Hier, hij werkt. Met onze YouTube bot nog. Ah, jullie zien niet hoe laat het is. Ik wel. Nee. Dus ja, de oplossing. Oh, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Dat was allemaal goed, hè? Maar hier helemaal boven, hier staat het al. Dit was de oplossing van de vorige video. Je moest nog. Intense.flex.guild _ en members. Dat was de oplossing van de. Vorige video. Dus dat was het. Oh ja, ik had hier nog allemaal spaties. Oké. Laten we nu al beginnen met onze command. Oké. Even kijken als het ding is niet overbelast is. Dit kunnen we. We gaan eerst gewoon op ons mapje klikken. Gewoon direct de muisknop klikken, waar dan ook. En dan doe je op new file. Dan noem je deze warnings.json. Warnings.json. Hier doe je alleen maar gekrulde haakjes. En dat is het. Gekrulde haakjes. Dat is alles prima. Voornamelijk gaan we werken met een command. Dus we gaan naar onze comments. Doen we rechtermuisknop new file. En dan noemen we deze one.js. Oké. We kunnen in principe de basiscode halen van hallo.js. En gewoon hier inplakken. Vergeet niet de naam te veranderen en de command. Ik bedoel de. Oh, het berichtje. Oh, ik kom echt niet aan de woorden. Wow. Eerst, omdat we een warnings hebben gemaakt, die niet in het mapje comments zit, moeten we nu een file server maken, net zoals wat we hadden gedaan bij de command handler. Dan gaan we even, de file server binnenlaten. En dat doen we met een constant. VS is require tussen haakjes en dan fs, ja. Dan moeten we ook nog eens Discord binnenhalen omdat we ook nog gaan werken met een embedje. En doen we met constant Discord is require discord.js. Oké, okay. Dit hebben we al. Dit hebben we. Als de gebruiker geen permissions heeft om dit uit te voeren, om het command te gebruiken of voor iemand te warnen, dan doen we dit. If, tussen haakjes, uitroepteken, message.member.permissions.has. Tussen haakjes. En dan ja, nog de blue quotes. Kick.
members. Oké, ik ga het nu al uitleggen. De if staat voor als en dan uitroepteken message punt member. Dus de gebruiker die het command stuurt, als hij de permissions niet van kick members heeft, gaan we nu een berichtje terugsturen. En doen we met return message punt reply. Dus haakjes, dubbele quotes en typ je maar wat in. Zo je hebt geen spams. Dat bijvoorbeeld. Kan. Als de gebruiker geen gebruiker heeft meegegeven om te warmen, dan doen we if tussen haakjes. Uitroepteken ax, gekrulde haakjes, ik bedoel vierkante haakjes, 0, van plaats 0. Als hij daar geen gebruik heeft meegegeven, dan gaan we een berichtje terugsturen. Return message.reply, tussen haakjes, dubbele quotes, schrijf hem ook nog wat in, sorry, je hebt geen gebruiken. Ja, het kan zijn dat ik in deze serie een paar spelfouten maak, maar het is gewoon omdat ik, ja, mij boeit die spelfouten maar helemaal niet. Als de gebruiker ook nog geen reden heeft meegegeven, dan doen we dit. If, de zaakjes, oh, je snapt het wel. En doen we hier in plaats van 01, dan return. Weet je wat? Stek gewoon mijn neus. Hup. Hup. Focus, focus. Sorry, je hebt geen reden. Je hebt geen... Oh, geen... Sorry, ik zit helemaal te focussen in mijn hoofd, maar weet even niet wat ik allemaal moet zeggen. Dat is niet fijn. Oké. Okay. Discord moet ook weten wie onze one user is, dus de user die wij in one hebben gegeven. En doen we met var one user is gelijk aan message.guild.members. Gash.get tussenhaakjes. Oké. Misschien is het te veel. Maar ik heb ook geen zin om fucking uitleg te geven. Ah. Oh my. De bericht op de server van die member in het geheugen krijgen we. Message.mentions. Even kijken of ik het goed heb geschreven. Ja. Punt users. Punt first. Tussen haakjes. En dan erachter. Punt ID. Oké. Ik ga dit niet uitleggen, want ik weet niet wat dit betekent. Of we kunnen met twee van die rechte haakjes. Message.guild.members. Oh. Nee, get. Sorry. Get. De zaakjes. Args. Gekrulde haakjes. Nee, dingenzaakjes. Vierkante haakjes. Dank je. Oké, nu gaan we ook nog een reden meegeven. En dat doen we met var reason is gelijk aan args.slice wel tussen haakjes 1. En daarachter nog punt
join, de zaakjes, dubbele quotes. En dan doen we hier gewoon het spatie intypen. De reason gaat ervoor zorgen wanneer je een spatie hebt in je reden, dat die dan niet allemaal in één woord maakt, maar dat het in stukken wordt verdeeld. Kijk, wij doen ook soms spaties. Nou, soms, constant. Kijk, spatie, spaties. Heel veel spaties. En ik ga het hier allemaal in één ding voegen. En als je dit leeg had gelaten, dan had je allemaal één woord. Dan had je gewoon puur één woord. Ik kan weer op adem pompen. Als de one user niet gevonden is, dan doen we if uitroepteken one user. Doen we hier achter return message put reply tussen haakjes dubbele quotes kan de gebruiker vinden. Dit kan. Ja. Oh, ik moet even mijn dingen naar beneden halen. Mijn voorbereiding. Als deze gebruiker staf wilt wonen, dan gaan we een berichtje terugsturen. Want hij mag dat niet. Je wilt niet dat een normaal member gewoon staf kunnen. Ja, kunnen wonen. Want dat is een beetje flauwekul. Als je dat gewoon wel wilt, moet je een paar dingen niet volgen. Of moet je deze command niet volgen. Nou, if tussen haakjes one user punt permissions punt has tussen haakjes weer van die dubbele quote manage _ messages. Ik kan het echt niet uitspreken. Nou, oh, ik heb een foutje opgemerkt. Dit is echt een stuk handiger, hoor. Oh nee, dan moeten we dat niet doen. Doe van die gekke schuimhaakjes. Sorry, je kunt deze persoon geen one geven. Serieus, wat is er mis vandaag? Ik heb zoveel dolle teken, gekrulde haakjes en dan member. Member. Wat dit gaan doen is, als staf wilt wonen, dan doen we een berichtje terugsturen waarin staat, sorry, je kunt deze persoon geen wan geven. En dan nog de user die de wan heeft gedekt. Of die de one command heeft uitgevoerd. Ah, amai. Oké. We hebben die one mapje hier met warnings. En die moeten we ook nog binnenladen. Maar die moeten we ook goed lezen. En dat doen we met constant. Once is gelijk aan json. Pers, kan niet uitspreken. De zaakjes in ons fileserver. Read file sync. De zaakjes, ja, dubbele quote. /. Warnings.json. Ik kan echt niet meer typen vandaag, hè? Hierachter doen we nog een comma. We moeten hem ook in een soort van taal
zetten. Ik ken deze taal niet. Dus dan doen we met UT. UTV 8. Oh mijn god, ik kan echt niet meer praten. Oh my. Ik weet niet wat dit betekent. Maar dan doen we met if. Tussen haakjes, uitroepteken. Once. Gekrulde haakjes. One. User.id. Hierachter doen we dan weer once. Dan weer one. User.id. Is gelijk aan dit. Oké. Once. Dubbele. Nul. Oké. Wachten. Ja, een koffer. Oh, daar ben ik weer. Ik haat wanneer iedereen in mijn kamer komt. Echt zo wat als YouTuber kan overkomen. Nou, we doen hier once. De gekrulde haakjes weer die one user.id. En als we weer one gaan geven, doen we once. Dan plus plus. Punt komma. Dit zorgt ervoor wanneer iemand nog een keer one geeft, terwijl diegene al een one heeft, dat die gaat opstapelen in ons JSON file. Oké, en de link in de beschrijving kom je op deze website uit. Ja. Kijk. Hier moet je een wachtwoord intypen. Dit is niet mijn wachtwoord. Ik heb het even voor de zekerheid gedaan, omdat ik niet wil dat iedereen opeens het weet. Nou, het wachtwoord is JT, YouTube video 1. En dan klik je op unlocked, de page. Dan kom je hier uit. Kan je dit, Ctrl V doen. Ctrl V doen. Dan kan je het gewoon. Ctrl C en daarna Ctrl V. Oh, ik kan echt niet meer praten. Nog steeds. Hier moet je niet op letten. Hij werkt. Dat het doorstreept is, betekent niet dat het niet werkt. Het werkt gewoon. Oké. Als we dat hebben, moeten we nog. De channel aanmaken waar onze warnings komen. Waar onze ones komen. Doen we met constante. Channel. Is gelijk aan. Message. Message. Punt. Member. Punt. Guild. Punt. Cash. Punt. Get. Dit betekent. We gaan met het bericht kijken. Van de member. Op de server. In het geheugen. En we krijgen tussen haakjes dubbele quotes. Okay. Hier gaan we onze channel ID inzetten. En dat doen we. Gaan we naar Discord. Discord. En dan maken we hier een channel aan. Kan je noemen wat je wilt. Ik heb hem Wands genoemd en hij staat hier. Je doet de rechte muisknop daarop. Dan op kopieer ID. En je gaat dat hier plakken met Ctrl V. Ja. Oeh. Amai. Oké, als de channel niet bestaat, willen we een berichtje terugsturen. Nou, dat doen we met if, tussen haakjes, uitroepteken, channel, return, message.reply. Het kanaal is niet gevonden. Zo hoort het te staan. Oké. We willen het nu het embedje hier verzenden. En dat doen we dus met channel van hierboven. Punt. Send. Gaan we weer tussen haakjes. Gekrulde haakjes. Embeds. Dubbele punt. Weer van die vierkante haakjes. En dan onze embed.
onze embed, wat hierboven staat. Oké, je achter de punt komma. Als er eventueel wat fout gaan, dan doen we, ja, dan doen we iets. En dat doen we met fs.whitefile. De zaakjes, dubbele quote. Punt slash warning. Oh, warnings. Punt JSON. Ik kan weer typen, jongens. Nou, komma. JSON. Punt stringify. Ik kan niet uitspreken. De zaakjes. Once. Komma. De zaakjes. Error. Error is, en doen we met een lambda expressie, gaan we een functie starten. Oké, wat er juist is. VS, we gaan in ons warnings, en dan gaan we schrijven in de file warnings. Maar we moeten het ook in JSON taal krijgen, dus dan doen we met JSON.stringify. En dan, wat moet erin staan? En dat zijn warns. If, als er een error is. Als er een error is, doen we met een lambda expressie. Doen we een, dan doen we iets meegeven in de console. Dat doen we met if, de zaakjes. Oh. Error. Dan doe je achter console, console.log, en dan nog error. Ik wil ook een berichtje ik wil ook een berichtje nog een keer krijgen als er gewoon puur een error is. Doe gewoon control V, control C. Oké, dit kan je doen. Oké. Nu kunnen we het gaan uittesten. We doen ons, we doen rechtermuis nog op ons index.js. En doen we op Open Integrated Terminal. Hier typ je in npm start. Gaan we wachten tot de Discordbot online is. Je ziet ook de file.js is ingeladen. Oké, we gaan naar Discord en we kunnen het eens gaan uittesten. Prefix one. Oh, we hebben geen gebruiker meegegeven. We kunnen dat ook met een tag doen. Doe we mem. Oh, we hebben nog geen reden meegegeven. One. Add en dan de user. Dit is een test. Oeps, er is iets misgelopen. Nou, we gaan kijken wat er is misgelopen. Reading get. Ik weet niet waar dat staat. Oké, ik snap niet wat hier fout aan is. Ik snap niet waar je fout aan is. Is gewoon puur hetzelfde. Wat is er nou je fout? Ik ga even mijn eerste bot even bijhalen. Zelf even kijken wat de fout is, want ik ben een vlog.
I see. Ik zie de voorbereiding is fout. Ik haat dit. Is goed. Oh, nee, dat hoor ik niet. Hier. Oké. Ik heb het gevonden. Hier, tussen gold en cash doen we nog een punt. En daartussenin gaan we schrijven channels. Nu voor de zekerheid. Wel kijken als het klopt. Message. Punt member. Punt gold. Punt channels. Punt cash. Punt get. Oeh. Dan is het altijd fijn als je even je eigen bot erbij pakt. Nou. Nu is hij hier opgestart, zoals we zien. Nu kunnen we, ja. Ik heb geen zin om dat ding opnieuw in te typen, dus ik doe gewoon even watse, flats, jatse, dat. Kijk, dan zien we hier. Hij is gewarnd door mij. En dan, dit is een test. En dan aantal warns. Hij heeft één warn gekregen. En dan als we even naar ons warnings.json gaan kijken, krijgen we ook de ID te hebben van die user die gewarnd is. En met de warns is het gewoon, hij heeft één warn. En dan, en dat heeft hij ook hier staan. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Smash op de blauw duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie weer.